Welcome back, ladies and gentlemen, to the next episode of Het is weer Ruck. I'm so excited to come back into you on your YouTube channel. Thanks for coming in today to watch this episode. Today we are back here, of course, with Eric van der Zande sitting next to me. In the middle of the table, we've got a special guest, Roberto Warmerdam, international player, and of course, hooker at Haarlem Rugby Club. And on the end there, we've got Boudewijn back for his second episode. Thanks for coming back. Guys, I have to say it, of course, I've said it every single weekend. Eric, maybe you can finish my sentence for me. It's going to be a great episode. It's going to be a great episode, exactly. Roberto, just coming to you, you're an international player, you played for the Netherlands. You're right now playing for Haarlem Rugby Club in the Ereklasse, yep. But you didn't start there, if I'm correct, you started at... Nah, I started my rugby journey at Waterland. Yeah. I promoted with Waterland to the Ereklasse. I stuck around there for 4 years, then... Wacht trouwens gewoon in Nederland. Ja, maar dat is een beetje moeilijk, weet je. Ik kan ook switchen naar Nederlands tussendoor. Nee, dat komt goed. Nee, toen ben ik naar Hilversum verkast. Omdat ja, op een gegeven moment... Ja, ben je 8 jaar onder dezelfde coach. Wil je toch wat meer leren. Toen had ik best wel wat vrienden ook bij het Nederlands team vanuit Hilversum. Jongens als Dirk en Rick. En toen ben ik naar richting Hilversum gegaan. Daar ben ik, maar heb ik bijna 2 seizoenen gerugbied. En toen ben ik gestopt vanwege blessures. Toen ben ik gaan coachen, bij onder 18 Nederlands team, bij AAC dames. En van daaruit mijn level 3 gedaan. Mike Pinojo, hoofdcoach van Haarlem. Yeah. Had een voorwaartse coach nodig voor het jaar erop, eentje extra. En eigenlijk aangehaakt en ja, toen toch weer de stoute schoen aangetrokken bij blessures. Ja, yeah, the rugby bug bit you and you just couldn't scratch it until you put the boots back on. Ja, onze eerste hoeker raakte geblesseerd. En we hadden het eerste jaar, zeg maar echt ereklasse afgelopen jaar, dus hadden we best wel wat problemen met diepte. Mm. Dus we hadden wel wat spelers, ook al spelers die het niveau misschien aankonden, alleen qua setpiece misschien niet altijd even zeker waren. Ja. En toen trainde het hele seizoen eigenlijk al mee. En toen ben ik eigenlijk de laatste 4-5 wedstrijden, volgens mij was mijn eerste wedstrijd hier tegen jullie. Of mijn tweede wedstrijd, eerste wedstrijd was hier tegen jullie. Ja. Die 27-28 vorig jaar. Ja, nou... Pijnlijk, hè? Wekelijks was bijna 3 jaar op de klok kijken. 15 minuten in de wedstrijd zitten. En dan denk ik, ik zit op 40. Ja. Nou, dat was dus niet helemaal waar. Ja. Nee, daarna dus tegen Kas nog in de finale gespeeld. Verloren. En ja... Je gaat niet stoppen met de verloren finale. Yeah, of course. But the one thing that I really find interesting is that obviously you've got your level 3 and your forwards coach at Haarlem, but you look at rugby in a slightly different way to maybe normal people. You look at it with a bit of a keener eye. Sometimes I try and do my best with looking at it like that. But of course, playing at the different clubs, especially clubs that also play in the Ereklasse, I want to ask you, what is the difference between the Ereklasse teams that you've played in the terms of culture, in the terms of youth, how they build up the club in certain aspects? Ja, gigantisch verschillend. Waterland was echt een dorpsclub waar we eigenlijk met 3 goede lichtingen per ongeluk in de Ereklasse kwamen. Daar is natuurlijk er heel veel planning aan vooraf gegaan en vanuit het bestuur. Alleen ja, dat konden we toch net niet vasthouden. Er kwamen toen ook 2 Litouwers bij, toch? Klopt. 2 Litouwers. Ja, klopt. André, die coacht nu de dames bij Waterland. Ze hebben ook blijven hangen. Ja, die is blijven hangen. Die woont in een klein dorpje net buiten Purmerend. Ja. En Victor. En Victor die is weer teruggegaan naar Letland. Letland. En we hadden ook een Litouwer. Alleen die is halverwege het seizoen alweer... die werkte in de buurt en die hebben daar gerugbied. En die kwamen, precies. En toen kwamen ze ineens bij ons terecht. Terug naar Rotterdam, Litouwers. Ja. Toen ben ik naar Hilversum gegaan en daar ging het alleen maar om performance. Ja. Dat vond ik heel prettig, want dat is ook waar ik naar op zoek was. Ik wilde graag mezelf ontwikkelen. Als je daar bij het eerste komt, wordt alles voor je geregeld. De spulletjes worden geregeld, de training is altijd goed, alles staat op scherp. Je hebt voor de training, na de training heb je eten, voor de wedstrijden heb je eten. Alles is gewoon, je natje droogje is daar heel goed geregeld, dat is heel prettig. En toen ben ik eigenlijk bij Haarlem gekomen. Wie had je als trainer bij Hilversum? Marcus Hodden. Marcus, dat is ook een spelertrainer. Ja, spelertrainer Marcus en dan Storm. Die deed natuurlijk wat dingen. Nou, daar zit ik nu natuurlijk wel weer bij Haarlem mee samen. En zo hadden we nog wat andere jongens. Daar werd meer vanuit vanuit de groep zelf echt training gegeven. Ja. En bij Haarlem ben ik eigenlijk aangekomen via Mike. En wat daar gebeurt is wel iets wat ik nog niet eerder echt heb meegemaakt. En daar wordt echt wat Wat we daar proberen te doen en wat aardig lukt voor mijn idee, maar ja, ik ben een beetje bevooroordeeld, is dat je een cultuur probeert te creëren die echt clubbreed gedragen wordt. Ja. Dus jongens van het eerste die echt moeten investeren in jeugd, die daarbij helpen. Een aparte pathway die vanuit de coachingstaf van het eerste, maar ook vanuit de jeugd samen bekeken wordt. Een eigen manier van spelen. En zo proberen te bouwen naar, nu hebben we, nou ja, we worden de buitenlanderclub wel eens genoemd. Maar langzaam maar zeker is het doel om wat minder jongens vanuit het buitenland of jongens vanuit het buitenland naast steeds meer jongens vanuit Haarlem. En die jeugd is er, want de Cubs, junioren, Colts doen eigenlijk allemaal mee op niveau. Nu is het gewoon een kwestie van ja, de lange adem. Ja. Ja. Ga je Storm nog een buitenlander noemen? Ja, ja, ik dat is niet. Gewoon moeilijk. Die, die heeft de laatste finale van Castricum niet gespeeld, omdat hij dat toen niet mocht. Nee. Ja, ik vind het een beetje lastig. Kijk, Storm heeft 49 interlands, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja. Hij is volgens mij de top 5 meest gecapte speler van Nederland. Ik denk dat als je ziet wat hij heeft bijgedragen aan het rugby. En dat zeg ik niet omdat wij in het team zitten. Die woont hier zo lang. Die woont hier, die heeft zijn gezin hier. En die heeft al zoveel bijgedragen aan het Nederlands rugby. Dat ik denk van ja, die man die verdient het ook gewoon een Nederlander genoemd te worden. Na 49 keer het oranje shirt gedragen te hebben, mag dat wel een keer, toch? Ja, definitely. Of als je zo je best doet, verdien je het eigenlijk niet om Nederlander genoemd te worden. Het is maar net vanuit welk perspectief je krijgt. Ja. But I've got one last question because I just find it fascinating. When I came to the Netherlands, player coach. It's something that I'm definitely not used to. I've got maybe a shotgun question for you. How do you find it being in that position, creating the culture? Okay, you're only a forwards coach, but how do you create that culture when you're also in it? Is it a little bit difficult? And yeah. Ja. Let's start there. Let's start there. Is it difficult? Veel lastiger dan ik dacht. Yeah. Omdat ineens sta je boven de groep, klinkt zo autoritair, maar je staat ineens midden in de groep. En waar je voorheen zei, hey, dat ging niet goed, ja, sta ik videoanalyses wel eens te doen en sta ik, dit deed ik niet goed. Yeah. Dus dat vereist wel wat volwassenheid van de groep zelf. En die is er gelukkig bij ons. Mm-hmm. En we hebben daarin wel een cultuur gecreëerd waarin we alles tegen elkaar kunnen zeggen. En wat heel prettig is, is dat we hebben gewoon een brede leiderschapsgroep bij Haarlem waar iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Kijk, ik ben voorwaartse coach, maar Chris Raymond bijvoorbeeld doet een groot gedeelte van onze line-outs. En de analyse van line-outs. We hebben Paul, dat is iemand die niet meer speelt. Die doet de scrums, omdat ik sta daar middenin. Soms is het best ingewikkeld om daarin iets te vinden als je daartussenin staat. Je hebt wel een gevoel, alleen vanaf de zijkant het bekijken is dan handig. Yeah. En daarin blijven we gewoon constant, moeten we blijven communiceren. Ja, het klinkt heel simpel. En ik sla ook wel eens de plank mis, want soms sta je dan ineens als trainer te schreeuwen, terwijl je het zelf ook fout doet. Yeah, exactly. That, but do you think that the Dutch competition is moving away from player coaches, or do you think we're moving more towards player coaches? Ik denk dat playercoaches als hoofdcoach, zeker weg. Omdat dat is gewoon... dat gaat ook helemaal niet. Nee. Dat gaat ook helemaal niet. Als ik kijk hoe dat toen bij Hilversum ging, dat kan nu niet meer. Nee. Daar is het niveau... Je moet zo'n zelfsturende groep hebben. Dat kan. Ja. Als je echt een hele goede zelfsturende groep hebt, daar hadden ze toen bij Hilversum wel natuurlijk. Hadden we echt zeker. Heel veel kwaliteit. Hè? Scotty zat daar toen nog een tijdje bij die voorwaarts. Hè? Dus dan... Maar... Ja, je hebt iemand nodig die die lijn uitzet. Ja. En dat wordt heel moeilijk als je als speler ook nog fit moet houden en klaarmaken voor de wedstrijd. En als speler is het natuurlijk ook zo dat als jij de hoofdcoach bent, alleen je zit zelf even in een mindere periode. Hoe ga je dat verkopen dat je zelf speelt of niet speelt? En die vraag die is nu moeilijk en die kan ook niet meer. Het niveauverschil is gewoon te klein geworden, denk ik. Ja. Je komt er gewoon niet meer mee weg. Nee, wat wel belangrijk is, denk ik, in de Nederlandse ereklasse en voor rugby in het algemeen, dat zie je ook wel bij veel clubs, is dat je spelers haalt met ervaring en die laat helpen met training geven. Dus bijvoorbeeld voor ons een Storm. Maar ik kan me voorstellen dat hier bij jullie, en vertel me vooral als dat niet zo is, dat de jongens die van buiten afkomen, nemen een bepaalde expertise mee en die zullen vast op de training daarin die expertise ook delen met de rest van de groep. Zeker, zeker. En ben je dan speler-coach? In sommige opzichten soms wel, denk ik. Alleen staat toevallig die titel echt bij mij erachter. Nee, maar coach en de speler. Nee, bij jou is het geformaliseerd. Ja, precies. Yeah, I think that's the way the competition. I think it's something where exactly how you say it. You've got the title of it, but I think there's a lot of players that are acting as coaches in certain areas, maybe in their expertise, attack, defense, scrums, lineouts, noem maar wat. Yeah. But really interesting to have you here. Thanks for coming. We got some rugby to watch. Again, I've got the lovely iPad here next to me, so I hope I'm going to get it all good on the first go. But the first game we're going to have at is the Dukes versus Gooi game. Of course, I was there. Eric, I'm sure you were also there. Boudewijn. Yeah, I was a brook. You were also there. Great game of rugby. To be fair, I think it's one of the best games of rugby I've seen this year. It was really, really, really exciting game to watch. Both teams, I thought, were on fire. I thought both teams were looking for gaps. Both teams were finding gaps. There were very few mistakes made, besides the Dukes losing. Of course, that was the only mistake I could find from the game. Maybe there's a clip or two that Eric could find of me making a mistake or two. Zeker. Ik heb wat clips uitgezocht. Ik zag dit verhaal dadelijk wel even in twee, als je het niet hebt. Maar het leuke is, de kijkers kunnen het dadelijk ook zelf zien. Let's go. Let's run with it. Dan ga ik beginnen. Kick from Freddie, straight up. A really good chase from the Dukes. They rushed it up. A little bit of disconnection. Precies, want nu zie je dat ze daar gewoon... ze lopen nu dwars door de verdediging heen. En dat gaat in hoog tempo. Ze spelen relatief makkelijk uit. En dan denk je, nou scoren ze. Dan komt daar een geweldige tackle van Jensen. Die heeft deze wedstrijd... Nou ja, goed. De tegenstanders kennen hem inmiddels. Die zitten wel op, dit seizoen. Precies. Hij maakt hem nog een keer. Hij maakt hier nog een keer de tackle. Uiteindelijk gaat het hier mis? Of volgens mij... Ja, de tweede fase, precies. Gaat hij... scoort, gooit toch. Ja, dat kan gebeuren. Het begin van de wedstrijd. Carlos Roberts, going over the line. Ja. Heel volwassen hè, van het gooien hier. Want je kan hem weggooien of doen. Ja. En dat ze 5 meter voor de lijn besluiten... oké, ik ben er niet. We zetten die breakdown op. En we spelen nog 2 fases. Ja, hier, dit wil ik even kijken. Right. Dit offloadje, daar is echt... Is dat deze? Ja. Nee, dat was hem niet. Oh, die was hem. Die offload, nou ja, goed. Dit is achter de rug langs. De beelden zijn ook niet altijd even helemaal scherp. We hadden een probleem met de kamer. Ja, hier. Nou ja, goed. I'm just going to pause it there quickly because I've got that power to do that. A great scrum from the Dukes. They've got the front foot forward ball. Mr. Forwards coach. Je ziet dat die druk, die zit erop. Die 8 doet het supergoed hè, van het gooien, want die krijgt hem er nog uit. Terwijl er een immense druk op staat. Alleen, je zou denken... was de nummer 6? Oh, de 6. Nee, de 8 brak op, maar waar was de 6 van de Dukes? Nou ja, dat vroeg ik me dus ook af. Want die zou door die bal, door die scrum moeten heen kijken. That's what he's trying to say. It was a great decision, because how did the scrum turn? Ja, maar ook de 6. Je zou denken dat de flankers staan op de voorvoet. Dus die kunnen oplopen en die kunnen daar die tackle op die 8 makkelijker maken. Want die 8 moet afbreken, achteruit en dan... Dus of die 8 heeft een immense acceleratie, of er wordt daar ergens... Is er een lichte disconnect met de flanker en de winger daar. Dat zie je ook uiteindelijk wel, want daar wordt hij ook gescoord. Ja. Dat is zonde, want eigenlijk zet je heel veel druk. Los je voorwaarts de fouten op die daar gemaakt worden. En dan laat je hem toch lopen. Ja. Right, we're on to the next clip of the Dukes versus Gooi game. I'm just going to play him on straight away. There it is. Scrum inside the 22. Eric... Ja, Duke Scrum, Fuga haalt de bal uit, paast de bal naar rechts. En er ontstaat nog wel een paar... Ik heb geen idee wat ik te zien heb, jongens. Sorry, stop, cut. Even opnieuw, ik heb echt geen idee waar ik staat te kijken. Die dummy dat hij onder de paal wordt. Maar als je Eric zegt, dat moet je niet doen. Je moet gewoon lekker laten gaan. Mensen hebben het gezien. Als je Eric zegt, dan sta je denken, wat moet ik iets gaan zeggen of zo? Wat? Moet ik iets gaan zeggen? Oké. Kijk, nu weten wij wat club nummer 2 is. Ja. Ja? Ja. Oké, dan zetten we in 3, 2, 1, go. That's us for the first clips we've got from the Dukes versus the Gooi game. I'm going to put straight away on the second clip for us to watch. We're starting with a scrum inside the 22. V does a little dummy from the left and gives it up to the back line on the right then. A great dummy. We'll see another one of those later on in the clubs. Ja, je ziet hier ook dat het wedstrijdbeeld nu kantelt. Hè, waar iedereen zeg maar toch zijn billen tegen elkaar heen kneept. Ja. Nemen de Dukes nu iedere keer toch het initiatief over. Met stevig aanvalswerk. Gooi verdedigt natuurlijk. Theo is een goede verdedigende ploeg ook. Daar is niks mis mee. Hier een ruk. Ontstaat er nog een ruk. Ja, en watch out for our little sneaky scrum off. En toch trappen daar mensen in. En dan gaat hij er tussendoor en tussen de palen in. Ja. Hij drukt de trein. Nou, geweldig. Hartstikke mooie trein. En brengt je ook gelijk terug in de wedstrijd. Want tussen de palen, het wordt 7-12 na de conversie. Sta je binnen een trein. Ja. Wat zeg je? Binnen gekomen. Doe je gewoon weer mee. Ja, nou ja, precies dat. Dus ja, hier... zien we dan toch even een paar dingen verkeerd gaan. Maar let op, daar komt Jensen voor de tweede keer. Bam, wat een tackle. Hij heeft een bepaalde versnelling nog eventjes extra. Ja, dat komt toch aan hoor. Je zou hem toch bij de kinderen moeten laten zien, bij de jeugdtrainingen. Ja. Ja, als ze allemaal zo tackelen, dan... Ja. Dan wordt het een stuk beter. Ja. Bijna zo'n talismannetje geworden. Ja, hier hebben we dan... Mees maakte net even een voorwaarts balletje waar die scrum uit ontstond, waaruit gescoord werd uiteindelijk. Maar hier maakt hij het helemaal goed. Kijk eens even hoe hij erdoor duikt. Hij zei zelf in de krant, ik had het ingestudeerd, maar volgens mij... Ja, dan ben je wel even zoet voordat je dat ingestudeerd hebt. Ja, mooi, prachtig. Het was een beautiful line van Mees. We spoke about him just before the show. Die jongen is onder de 20, hè? Ja. Die jongen is denk ik wel een van de grootste talenten op de centers die er op de Nederlandse velden rondloopt. Ja. En hij groeit, hij maakt stappen. Dus, je ziet dat hij, ik heb onder 18 het geluk mogen hebben met Alex om hem een beetje te mogen coachen. Ik heb me niet veel bemoeid met hem, want ik bemoei hem vooral met dingen, met jongens onder rugnummer 9. Ja. Maar... Ja, zijn overlijn en gewoon zijn visie op het spel. En bij onder 18 was hij, denk ik, samen met Teun een van de beste spelers van het EK. En bij onder 20 is hij de jongste misschien wel. En daar maakt hij het ook waar. Zijn eerste jaar is onder 20 spelers. Let op, hè. Deze jongens hebben nu gewoon hun positie gepakt daar. Ja. Maar ze zijn eerste jaar, ze mogen nog een keer. Hè. Ja. Wie is ze? Ze, de jonge jongens. De Milans, Henk, Mees. Is Henk ook pas? Henk is 18. Yeah, really, it's so good to see such young guys with so much potential. I mean, as a coach, I'm sure winning is not the goal. It's for these guys to get them and to reach their potential to be the best rugby player that they can be. And I think with those guys, with the group that we've got here at the Dukes and in the Espos team and the second team, and filling in for the first team when it's needed. The amount of potential you see walking around this country is absolutely ridiculous. I think it was said about Zimbabwe in Africa that they're the sleeping giant of African rugby, and I definitely think the Netherlands is the sleeping giant of European rugby. If you walk around here, I was not the smallest guy in South Africa, and I come here and I look like a midget to most of the people here. The amount of meat walking around this place. I think just getting those guys to the rugby field, the more you get them, the more promoting that needs to happen. I can't say it enough. En wat steeds meer clubs heel goed doen, is ze ook niet op hun 18e, 19e, 20e kapot laten rennen. Ja, dus gelijk eerst in gelijk hup, ga maar. Weet je, tuurlijk, als je goed genoeg bent, ben je goed genoeg. Alleen, er zit zeker een jongen als Henk. Kijk, hij is 2,5 meter of zo, maar het is ook nog maar een jongen van 18. En de tweede rij is fysiek zo'n zware positie. Toen hij 13 was hij ook 2,5 meter. Ja, maar, toen hij 9 was, toen was hij nog zo. Daar hebben we een foto van hem gemaakt. Maar het is belangrijk dat zo'n jongen langzaam maar zeker meer wedstrijdtijd krijgt. In plaats van dat er wordt gezegd, zo, en nu ben jij de speler die het gaat maken bij het eerste. You see the top tier rugby nations making that problem, making that fault a few more often than not. With some of their players, if you think about it, Cohen, Bosch, they get thrown into the national team and it's just a little bit too early. And then injuries happen, motivation goes down because they're just not there yet. And they need to be babied, because they are babies. They need to be babied into the role. Dat zelf van niet, hè? Ja. Kijk, een back van 21, 22 die naar zijn hoogste potentie gaat, dat geloof ik allemaal wel. Maar een voorwaartse is echt nog een paar jaar aan. Ja, 100%. Dat probleem heeft Den Haag natuurlijk ook heel lang gehad. Hè? Dat die jongens, die waren allemaal... die werden kampioen bij de Cups en kampioen bij de junioren en kampioen bij de Colts. En dan de beste backs, de wingers, die konden soms wel in die ereklasse mee. Ja, die voorwaartsen, die moeten gewoon eigenlijk nog 5 jaar rijpen. Maar daar beginnen ze nu de vruchten van te plukken. Want nu heb je jongens David Andersson, ook... die Hoeker, Victor. Die zijn 5, 6, 27 nu. Die zijn naar het buitenland geweest, die komen terug nu. En die beginnen nu in hun glory days te komen als eerste rijers tight five. En je ziet gewoon, ja, ineens hebben ze een rolling mol. Ineens hebben ze een goed werkende line-out. Het valt daar allemaal op te plaatsen. Ja. Het valt allemaal op te plaatsen. Ja, dan heb je het goed geregeld. Maar er zijn er ook ineens, ze hebben bij Den Haag ook een hele tijd gehad dat ze stopten. Leuk, ik kom er vandaan, hè. Our episode's going to be up 4 hours longer if we carry on this way. I'm going to start the next clip straight away. It's gotten a little bit darker, unfortunately. Dit is de derde fase. En je ziet dus, de eerste fase is Gooi heeft echt het betere van het spel. En dan het tweede deel hebben de Dukes heel duidelijk het betere van het spel. Ja. Er wordt ook nog wel wat verkloot. En hier, nou ja, dit is niet zo heel goed, zal ik maar zeggen. En hier scoort dan het Gooi heel onfortuinlijk. Voor hun heel voortuinlijk. En daarmee staan zij dan voor met 14-17. Heel spannend. Krijgen wij een penalty mee. Wordt verzilverd door Freddy Dorro. En dan staat het 17-17. En de tijd is eigenlijk al gespeeld, hè, 82e minuut. Maar er was wel blessuretijd, dus het ging nog even door. Het ging, om precies te zijn, iets te lang door. Hier, ja, volgens mij, wat geeft die... Andrew, je was erbij. Ruck formed. Ruck formed was the call. I beg to differ, zeggen wij dan in Brabant. Yeah, I was standing right there. Of course, Vickers Meyer doesn't need any option to go for the post. Give him a little bit of room with a tee, and I think he'll get any sort of kick he needs. I did say to him just before he put the ball on the cone, pressure's on, mate. No. And he just looked up with this confident smile, and I thought, shit, he's got it. He's got it, you know. But not much you could have done about it. Ref gave the call. He's made the decision. V also stood up with the ball and sort of looked at the ref and said, if I open my mouth, we're going to go 10 meters backwards, so I better not. Yeah, exactly. Otherwise, it's definite that it's going over. So, of course, well done to Gooi. At the end of the day, rugby won, just like every weekend. So, and like I said... Ondanks dat er werd ook nog wat gevoetbald, want er is ook voetballen. En ondanks dat was het toch gezellig druk in het clubhuis. Hebben we het toch nog best wel laat gemaakt. Dus, to be fair, after the game was a great evening. I'll let you know when I remember it. Waar ook mensen die naar Sinterklaas moesten. Ik heb Gerrit zijn bier gegeven, want we hadden nog een weddenschap over Rotterdam, nota bene. Wij zijn 21-20 en hij had hem 20-21. Uiteindelijk was het iets van 23, 24, 24, 23. Dus we zaten heel dichtbij allebei. Ja. Maar hij had wel gewonnen, met 1 punt. Waar ken ik dat van? En... yeah. Good weekend overall here at the Dukes, besides the loss, but it all comes together at the end of the day. Straight on to the next one, I would say. Hookers versus Eemland. Also a very interesting game. I'm going to do that first. Then we've got it. Hookers versus Eemland, 14-24. Hookers doing relatively well. Ja, zo zeker. Ja. Vooral thuis, hè? Ja. Ja. Thuis zijn ze veel beter als uit. Altijd lastig om erheen te gaan. Ja, daar riep je de vorige keer al, het waait, het regent, het is koud. Hij is van Waterland, dat is een permanent. Die hebben daar ook last van. Oh, die zompige grond. Die kunnen er ook wat van, hè? Ja. Eemland start wel aanmerkelijk sterker. Je hebt echt het beste van het spel. En toch zie ik dat Eemland af en toe met dit soort ploegen gewoon wel moeite heeft. En hier scoren ze dan weer relatief eenvoudig. Maken ze dan een keuze wie ze wel niet spelen? Volgens mij was dit Matthijs de Wit. De eerste trui was van Dilano Jansen van der Slichten. Nou, niet onbekend. Die scoort er 2 in dit spel. Want zij doen natuurlijk heel veel met de voorwaartsen. Ja. Ja, dat is echt een groot geoliede machine, hè, de pack van Eemland. Ja, maar kijk, en hier gaat dat volgens mij... En dan de nummer 15 pakt een balletje op. Dat is een mooie offload, hoor, hier zo. En dan die offload ervoor was ook, hè, van de backdoor. Ja. Love to sit. Ja. Altijd goed. Dus... Als je goed gaat, hè. Als je niet goed gaat, dan... En dat is met Hookers, als ze momentum hebben, dan liggen ze ook onder de palen. Ja. Dat hadden wij ook toen we tegen ze speelden. Dus, ook zo 43-14 of 43-21 of zo. Maar die 3 tries komen dan echt uit het niets. En als het loopt, loopt het. En dan liggen ze er ook echt onder meteen. Ja. Kijk, en hier gaat zo meteen Dilano weer scoren. Dan vraag je bijna af waarom ze het altijd niet zo doen. Ja. Omdat het dan in één keer in elkaar klikt en dan... er ontbreekt er eentje, want ik had er nog eentje. Oh, we hebben nog meer beeld zo, denk ik, of niet? Het is aan de screen, Eric. Allemaal harde werk voor niks. Eemland krijgt hier een scrum. Maar let op, de ref geeft een penalty. Let op, hè. Want ik heb geen idee waarvoor. Free kick, volgens mij. Er is een scrum of free kick. Engagement. Hij zal het gezien hebben, maar ik zag het helemaal niet zo. Maar kijk, en daar scoort hij uit. Hartstikke mooi, goed gezien van de scrum. Je denkt gewoon, ik schoon. Johan Cronje heet hij. Tja. Deze wordt afgekeurd. Omdat hij was ook hartstikke voorwaarts, maar ik vond het zo'n mooi beeld. En hoe mooi die hem vangt en dan speelt. Nou ja, goed. Ja. En dan is er zie je toch dat je in de aanval scherper bent als in de verdediging. Ja, nee. Want dat is echt, aanvallen staan op te letten en twee keer achter elkaar. Ja, nou, klopt. Ja, het heeft meer waarde, denk ik, voor een team. Nou, hierna scoorde Hoekers nog een keer. Om de 14 punten te behalen. Alleen dat ze helaas buiten beeld. Het was daar koud. Het is daar nog eens 30 graden kouder dan hier altijd. Hè. Dus, hij kon het knopje niet meer indrukken. De cameraman was inmiddels naar binnen gevlucht, denk ik. Ja. But I saw one or two maybe forward passes that it's quite difficult to see as a ref. Of course, they can't see everything. No. We've said it week in and week out how important getting an AR next to the side of the field is. But we've established that the competition is moving in a way where players, coaches are getting we're getting more money, the more professionals. And my question to you guys is. Are we sitting in a semi-professional league with professional players, or are we sitting in a professional league with semi-professional players? Nee. Tough one. Ja. Nou, ik stond hier aan de zijlijn en dan staat de linesman van het Gooi. Ja, die staat de hele tijd mee te roepen dat het scheef is en die staat te praten met het Gooi-spelers. En ik snap het, want hij is van het Gooi. Ja, if you were there, you would probably doing the same thing as well. Ik zou het doen, ja, zeker weten. Maar ja, dat is niet zoals het hoort. Ja. Ik vind het statement semi-prof league sowieso wel een statement, hoor. Ja. Ik denk nog niet dat we daar zijn. Ik denk dat we daar naartoe aan het bouwen zijn. Misschien soms bij vlagen qua kwaliteit. Bij vlagen. Maar als je kijkt naar wat een semi-prof setup inhoudt. Als je bijvoorbeeld naar een semi-prof club kijkt in Engeland. Om Richmond maar als dwarsstraat te noemen. Daar zit zoveel meer bij gemoeid dan dit. En daar zit ook het stukje bij dat je als club bijvoorbeeld zorg moet dragen voor je eigen scheidsrechters. Gedeeltelijk. Dus dat die in ieder geval in de pool meegaan in de bond. Nou, vorige week ging het daar volgens mij ook over. Hè? Met Koen, gedeeltelijk. Die deed het dan bij Gouda heel erg actief. Alleen ik denk dat... er ligt een taak weggelegd voor de bond om mensen enthousiast te maken. Maar bij de clubs ligt natuurlijk ook een gigantische taak weggelegd om er wel voor te zorgen dat je genoeg scheidsrechters hebt. Kijk, wij als Haarlem hebben we makkelijk praten. Want we hebben er toevallig twee die in de top van de Ereklasse meefluiten. En daaronder ook. Alleen... Het is wel belangrijk om dat soort mensen aan te blijven houden voor het spel. En niet iedereen is een coach. Ja. Niet iedereen wil coach worden ook. Want ja, je bent soms best de lul, om het maar even plat te zeggen. Ja. En als scheidsrechter, ja, ook soms. Alleen ben je wel meer actief betrokken. Maar nooit in je gezicht. Nee, en dat is wel lekker. Ja, dat is wel lekker, ja. Hoog is de YouTube. So we know that the teams and clubs in the Ereklasse are moving in a quite... steady fashion in the right way. Is the league following? Is crowds? Are crowds getting bigger? Jij had net een stelling en dat is een mooie stelling. Alleen we zitten, kijk, volgens mij semi-professionaliteit. Daar is het betalen van spelers met name de laatste fase van. En daarvoor zit dus dat je je krachthonk in orde hebt, je trainers gediplomeerd zijn, je clubhuis op orde is, warm water bij het douchen, winddichte clubhuizen, gras op het veld, details natuurlijk, een goede jeugdopleiding, goede sponsorcommissies, heel belangrijk, governance. Dus... Hoe betaal jij die spelers dan? Of is dat hetzelfde als Schubbekutteveen 4 in de zaterdagcompetitie voetbal... dat de lokale asbestsaneerder envelopjes uitdeelt? Of wordt dat allemaal netjes gedaan? Wat zegt het IND? Wat zegt het UWV? Is dat allemaal, heb je dat allemaal voor elkaar? Dat is semi-professionaliteit. En dat hikt aan tegen professionaliteit. En die professionaliteit vind ik veel meer... Ja, dan gaat het om het commerciële aspect van de sport in zijn geheel. But if you're looking at the rugby being played, if you look specifically at that, I think we are if not already in, we're on the border of semi-professional. Ja, bij vlagen, soms momenten dat vind ik ook. In de wedstrijd niet consistent 80 minuten lang. En ja, daar ligt ook een gedeelte bij, want dat is volgens mij een beetje waar je op doelt. Er ligt bij de rest van de randzaken. Dus hebben we een linesman, heeft de referee mensen op wie die kan terugvallen. Want het is nogal een beslissing om te nemen daar in de 80ste minuut, om jullie maar als voorbeeld te nemen. En in je eentje die beslissing te moeten maken. Terwijl als je twee mensen langs de zijlijn hebt die gemaaid zijn en die ene ziet overduidelijk dat Vie gewoon voor de bal gaat en het is goed... Ja, dan maak je met z'n drie die beslissing. En dat is wel de volgende stap, denk ik. En ik denk dat die stap ook wel nodig is. Ja. Ook met het oog op penalties voor hoge tackles en dat soort dingen die vallen. You talk about the next step. I think, in my opinion, I think the next step is certainly ARs. ARs, it'll make our game safer, it'll make our game faster, it'll make our game better. Especially in this country, and also the crowds. Getting the crowds, getting the most out of what the people can be in. We've got something here planned for next week to try and get the, not next week, the week after, to try and get as much crowd here down to next to the field as possible. To bring it out into the city and say, guys, we've got a tough game. We need support from the next to the field. We're going to do our best during the week and on the field in those 80 minutes. But if you're next to them and you can hear that crowd, I take myself back to a memory where the biggest game I ever played, where there was 20,000 people watching that game. Yeah. It's a different atmosphere, and once you hear that noise, once it actually breaks through that barrier of actually focusing on your game, because you're actually quite focused. Once it breaks that barrier, you get chicken skin. You know, you're there, and it really gives you that kick in the ass. It really gives you that kick in the ass to go and fight for it. Yeah. And I think that those two steps are combined and next step definitely. And we'll see. Then we're knocking on professional errors. But for the viewers at home, we zijn er nog niet. For the viewers at home, watch out. We're going to have a 5-hour episode today. Nee, we kunnen gewoon vooruitspoelen. Yeah, exactly. Rotterdam, Castricum. Ja, het is meer een sfeerbeeld dan nog een hele analyse, omdat het laat te vinden was en ook in de krochten van het internet heb moeten zoeken naar de beelden. Dus je wil niet weten wat ik voor de rest tegenkwam, wat er omheen zat. Ook nog heeft een beetje weg van ons oude veld. De aardappels komen bijna uit. Maar hier heb ik een foutje gemaakt met. We krijgen nu een minuut en die moeten wij dan maar weer vol zien te lullen. Want volgens mij moet het beeld hierna beginnen. Koen Maaien, die is de referee, die hebben we vorige week hier gehad. Hartstikke gezellig. Die wist dat hij een taaie wedstrijd zou krijgen. Als deze lijn uitgenomen is, moet je even een tijdje kijken. Dan gaan we zo 30, 40 seconden beeld krijgen. Moet je kijken. Je zult er staan als referee. De kluwen, geel-zwart en rode spelers door elkaar. Je moet letten op. Hij is volgens mij iets naar voren gevlogen. Nee, dit is hem. Dit is de line-out hebben ze net gewonnen. Ja. De eerste springer. Nou, hier gebeurt al van alles. Dat gebeurt hier. Moet je kijken. Dat komt. We krijgen de hoeveelheid spelers. Ja. Hoe kort op elkaar. Die enorme hoeveelheid spelers. Let op. Op zijn voetje omhoog. Dat is hartstikke goed. Ja, hij ziet het. Net Ronaldo. Dit is het wel hè, bij Rotterdam. Je ziet altijd oranje shirts op de voeten staan. Die lijn, hè? Die staat goed bij Rotterdam. Klaar. Ze willen allemaal. Altijd. Dat is ook wat ons genekt heeft daar. Maar kijk wat Koen staat daar tussenin en die moet het allemaal maar zien hoor. Nou, petje af in ieder geval. Dus dan hier kikken zij de bal en dan is het gevaar geweken. Ja, dus die 15 zeker. Yes. Ja. Een balletje schoppen, hè? Kan niet. Comes down with ice on it. Ja. Ja, de hele wedstrijd gaat echt verschrikkelijk gelijk op. Dubbelshot echt, nou, dat zie je ook echt aan de uitslag. Hier prachtige charge down. En hij drukt hem ook zelf. De bal wordt onzorgvuldig weggekikt. Ja. We zien het vaker gebeuren. Ik vind het fantastisch, die charge downs. Want de speler gooit zichzelf toch even ervoor. Hè? Ja. Het kan ook verkeerd en pijnlijk aflopen. Dus, maar ze doen het toch. Dan hier een prachtige pushover. Een moltry van Castricum. Hele belangrijke punt op dat moment voor ze. Ja, dat is. 25 zet hem nog even in, hè? Ja. En daar denkt Rotterdam van, nou, dat kunnen wij ook. Dus dat gaan we ook gewoon doen dan. Ja. Dus inmiddels de tweede helft, dus daarom denk je misschien... It's one of the biggest things for the forwards. Everyone thinks if you don't go forward first, you've lost it. But that's not how a mall works. Nee. Je moet het voelen. Ja. Voelen waar de ruimte zit. Je wordt altijd uitgescholden, hè? Vanaf die jongens die daar buiten staan. En altijd, die bal moet eruit, die bal moet eruit. Hey, jongens, exactly. We hebben nog een tweede kans. Take it easy, guys. We're forwards, we're not the fastest guys. Anyway. Jullie krijgen hem als we echt niet meer kunnen. Ja, exactly. Yeah. Maar uiteindelijk wint dus Rotterdam de wedstrijd van Kas, nips met 1 punt. Ja, 24-23. Juist. 1 point in the bag. We said last week it was going to be an interesting game. And we were right, for once in our lives. On the show. So, well done to us. But... Nee, ik zat er echt naast hoor, vorige week. Want ik had gezegd, Kas wint met 1 punt. Ja. Dus ik hou mijn perfect track record van alles fout voorspellen. Ook kwaliteit. Ja, exactly. Hey, you can be good at something, hè. And the last game we've got on our list, Hilversum versus Oysters. It was a... I watched the... nee, Hilversum tegen Den Haag. We hebben geen beeld van Hilversum. Haarlem Oysters was the game I was trying to say. Yeah, I've got you, it's letters, and I'm a forward. So, yeah, Haarlem Oysters is the last game we've got. Yeah, Het is weer Ruck, we've got Haarlem Oysters is the last game. I watched the whole game through to find the clips. I couldn't find any, so I watched it again because you guys, it was just, it was too, it looked too easy for you guys, and after a certain moment, Oysters sort of gave up, I thought. So I tried to look at a little bit more of, a little bit in depth. We've got clip after clip. First rugby, that's for the rugby guru. Yeah. I'm going to try it. I mean, this. If you look at the clock, it says 38 minutes, but they counted backwards. A kick right in the early of the game, and unfortunately, the try wasn't given. But so early on in the game, 2 minutes into the game, because of the clock is a little bit backwards, the confidence to try pull off a move like that. They see the space, Storm sees it straight away. Yeah. And this is the first try you guys have already scored. Yeah. I must say, not the greatest defense from Haarlem. They've one wing on the right side and two defenders. Ja, je rusht op daar en dat is niet de juiste beslissing op dat moment. Everyone's rushing up in a certain manier and then the last person is cutting in where you should have been folded, you should have been icing it, as they say. Jullie defense tegen Hilversum, dan weet je vast nog wel die wedstrijd. We hebben een paar keer goed geraakt, jij. Ja. Toen stond jullie verdediging wel echt als een huis, moet ik zeggen. Ja. Ondoorbreekbaar. Great push-over try. Dat is ook wel iets dat we proberen belangrijk te maken. Je ziet het ook internationaal, maar ook... Die verdediging is zoiets waar je zoveel meer energie uit kan halen dan wat mensen het soms credit geven. En dat dit dan nu gebeurt, dat is gewoon echt zonde. En je zag ook al dat we maken daar een fout door één iemand niet in die mol te zetten. En ja, ze komen in beweging en dan is zo'n mol, als die eenmaal in beweging is, dan kun je wel stoppen. Ja. En Oysters geven het ook niet op, hè? Maakt het ook niet uit hoeveel ze achter staan en ze geven het niet op, hè? Die gaan gewoon door. Nee. I really enjoyed this play from Haarlem. I think from the kickoff, they've got 11 guys standing on the right side of their kicker. They've stacked up the right side. Haarlem have seen that. You guys learned your lesson here at the Dukes from not kicking it out of your 22, but they've read it. Ja. We've got to keep it in hand. We've got to play them on the left-hand side. Dat is natuurlijk. Je hebt structuren. Is dit Job Joris? Ja, Job Joris die daar de break maakt. Ja, op het laatste. Hij maakt het niet helemaal lekker af. Kan hem vasthouden. Yeah. How can I vasthouden? Patience. We said it earlier. Patience. Yeah. Have the patience. Keep the ball in hand. Set the ruck up. Blijven backs, hè? Yeah. Exactly. Yeah. But I think for me, as a coach and as a coach player, I love to see that kind of when you read a game. You divert a little bit away from your structure and it comes off. Ik heb de allerbelangrijkste vraag deze wedstrijd. Oh, you're going to miss it, Eric. The great move from Haarlem. Okay. It's a great line-out move. It's a great line-out move from Haarlem. Yeah. How many times do you guys train that in a week? Ik denk dat we deze aan het begin van het seizoen een aantal keer getraind hebben. Ja, soms komt die, als je teamruns doet, komt die wel eens langs. Yeah. Maar... Het is nou niet zo dat we dat constant gedaan hebben. Yeah. And of course you've got a cannonball at wearing the number 8 jersey. Give him the ball and he'll make meters. I'm sure he helps. De reden waarom jij uitgenodigd hebben en de hamvraag, zoals dat dan zo mooi heet, die jij hier moet gaan beantwoorden, is na alle commentaren die ik altijd... Ik kijk al die wedstrijden natuurlijk. Jouw broer. Ja. Heet hij nou Quirmy? Of zoals jullie verslaggever altijd zegt, Quirmy? Ja, hij heet Quirmy. Maar ja, dat is veel te ingewikkeld. Het is gewoon Q. Q. Oké. Maar het is dus Quirmy. Quirmy is het eigenlijk, maar het is gewoon Q. Oké. Het is niet Quirmy, hè? Want er zijn heel veel meer letters. Nee. Ik weet ook niet waar die W vandaan komt. Jullie verslaggever, die zegt dat... Dus opa. Quirmy Warmerdam. Ja. Opa mag dat. Zeker mag hij dat. Ik ben blij dat hij verslag geeft. I'll leave it at Q, because even the Dutch Q is a little bit different from me, so we'll leave it at Q. You got a rugby family. Jij bedenkt dat je hier was om rugbyvragen te antwoorden. Nee, het gaat altijd over Q. Het is gewoon karakter op het veld af en toe. Mooi, hè? So, that's us for all the footage we've got for this half of the show, guys. Ja, maar we hebben nog wel één wedstrijd heel kort na te bespreken. Dat is even heel snel iets zeggen over Den Haag-Hilversum. Die in Hilversum met 0,59 eindigt. Ja. Daar gaan we iets van vinden, toch? Denk ik. 59-0. I can give you my opinion. Hilversum filmt niet, of in ieder geval die maken die beelden nooit openbaar. Dus die zijn er niet mee bezig. En dat is prima. They're trying to keep their tactics behind curtains, which is not really helping. Nou ja, dat ik weet niet of dat het is. Ik weet niet of dat het is. Het is een unieke uitslag, dus het werkt wel. Maar, ja. Maar dit zijn serieuze uitslagen. Ja. Er moet iets mis zijn bij Hilversum nu. Want, kijk, Den Haag is een topteam, klaar. Daar gaat niemand... Ja. Daar gaat niemand exactly. They're a good team. They, ja. Maar 0,59. Ja. Als alles tegen zit. Ja, exactly. Ze spelen thuis, dus dat zat al mee. Ja, nee, dat... Ja, ja. Maar... Hoe erg spelen ze thuis? Dus, ja. Als je een behoorlijk vreemde legioen hebt, dan is dat thuis spelen al minder. Ja. En als je dan 3 blessures hebt op cruciale plekken, en Den Haag komt op volle oorlogsterke, die hebben er zin in en de bal valt 3 keer toe. En waar je net bij Oosterwijk zag dat het ook knakte na de 3e try of zo. Ja. Kan het bij Hilversum ook knakken. Ja, exactly. Ik onderschat een jongen als Niels, die is volgens mij rood, die tweede rijer van hun. Onderschat zijn hoe belangrijk hij is voor dat pack. En ervoor te zorgen dat er wat lijn in zit. Hij zit er al 2, 3 seizoenen. Er zijn best wel wat nieuwe jongens bij dat pack. Jongen die ook wat ervaring heeft opgedaan met het Nederlands team. Bij Delta, weet je wel. Die heeft echt wat serieuze wedstrijden gespeeld. Ja, als zo iemand wegvalt. En daar komt een jongen met alle respect van URC vandaan terug. Die bij URC gedegradeerd is. Ja, dan kun je niet verwachten dat dat dezelfde kwaliteit is. Als een jongen die al 2, 3 jaar bij Hilversum... misschien in potentie, dat hij daar kan komen. Alleen, je kan niet verwachten dat hij zo'n dragende speler vervangt. En als er dan nog 2, 3 wegvallen... Nou, die 13 zal wel een keer rood krijgen. Dus wat we eigenlijk iedere aflevering hebben gezegd tot nu toe... breedte is king. Ja. Dat is ook gewoon... Ja, tuurlijk. But also, I think motivation is I think the wrong word for it. But it's hard to bring yourself out of a bad patch. Even if you've got the right kind of, the right group of guys to do it, once you lose 2, 3 games in a row, that confidence is going to disappear. And it's really hard to put that, to inject that back in. En als je Oysters met 1 punt wint, dan is het ook niet... en dat je eigenlijk weet dat je bij Oysters, als de referee net wat anders gefloten had, had je die gewoon verloren als Hilversum bijna. Ja. Want ze hadden vorig jaar 2 keer rode kaart moeten krijgen met die tackle. That's what they weren't happy with that game. I don't think they won. And to be fair, same as Haarlem, you guys 63-14. That's a great score. That's a fabulous score. Yeah. But I think if I watch the game back, you guys didn't reach your potential on that game. I think you could have put a bigger score on them. And again, different story if Oysters were filled up at with all their players. Of course, that's a different story. But that happens in rugby. We can expect that. Yeah. But I think you guys, if you're on fire, I think it would have been a different game. Ja, dat denk ik ook. Zeker de eerste 30. Maar kijk, de eerste 30 was gewoon niet goed. Ja. Dat hebben we ook met z'n allen eigenlijk al in de analyse daarna gezegd en gezien. Oysters blijft in de wedstrijd de eerste 30 minuten, omdat wij het niet afmaken. En omdat wij daar gewoon... ik kan heel makkelijk praten, ik stond langs de zijlijn. Maar sterker nog, ik zat thuis achter mijn laptop. Sta ik altijd. Maar weet je, daar laten we het steken vallen. En ik denk dat dat gebeurt gelukkig steeds minder. Want dat is wel iets waar we dit seizoen wat moeite mee hebben gehad. En ik denk dat we daarin wel wat volwassener zijn geworden. En ook wel weer vooral consistent moeten blijven zijn. Yeah. Dus gewoon 80 minuten met rugbyen in plaats van de helft. Is that us done for the first half of the show, ladies and gentlemen? Heb jij nog iets? I've got nothing left over. We doen gewoon de tweede helft. Ik denk niet eens dat je de tweede helft nog een helft kan noemen. Ja, exactly. Yeah. Hey, that's us for the first half of the show, guys. We'll be back at you. For you guys, half a second, but for us, about 5 minutes. We'll see you now. Welcome back to the second half of our show, guys. Short, sharp and sweet. I think the first half ran on a little bit too long. Een beetje, maar. Hey, maar als het interessant is, dan kunnen we niks aan doen, hè? Of course, we're going to talk about the games of next weekend. Haarlem, of course, having a free weekend because of you were supposed to play against Askrim. No longer in the Ereklasse. No. So you guys are going to enjoy a free weekend at home. Of course, you've just been coming out of a little bit of a problem out of the hospital with your knee. Yeah. So you've got some more time to rest until the next game. The first game on our list, Te Gooi versus Diok. Yeah, what are we going to say about that? Eric, I'm going to start with you on this side of the table. Nou, Gooi, vorige week was Garretter, die heeft niet het gevoel dat ze al veilig zijn. Ik denk van wel, maar die gaan daar punten halen, ja. Hebben mensen gerust afgelopen week, het Gooi? Want ik vond hun scrum... Ik dacht dat dat... Ja, blessures, net zo bij blessures. One of the South Africans, Adrian Beste, I think it was injured. Die prop ook. No, he as well. Yeah. And they had the big boy down on the bench. And when he came on the field, you definitely saw a difference. Yeah. Yeah. Definitely saw a difference in the scrum. Ja, toen was het ook. De scrums, we gaan het er niet nog een keer over hebben. De scrums in de eerste helft waren wel echt dominant, hoor. Ja, yeah. Next game. Oysters versus Castricum. I think that could be quite an interesting one. Ja. Thuis. Ja. Kasmoed. Dat is... Ja. Die staan er net niet in, hè? Die zitten op de wipstoel. Yeah. Exactly. So this is where these games get really important. You guys have got dare I say it, a fucking tough run coming up. Yes. We're going through that period now as well. These games are really important. Yeah. You don't want to be waiting for that last game to get into that top six. Heeft Oysters nog meer blessures opgedaan? Sorry? Heeft Oysters nog meer blessures opgedaan? Ja, maar rode kaart erbij. Ja. Nog één erbij? Nee, die ene die nog steeds. Die ene dan. Maar als je die eerste 30 minuten tegen jullie ziet, dan... Ja, volgens mij niet. Ja, normaal, ik was niet bij de wedstrijd zelf, want ik zat thuis, omdat ik inderdaad net uit het ziekenhuis kwam. Dus... volgens mij niet. Ja, Rick is er nog steeds niet. Die prop is er nog steeds niet. En je merkt gewoon, die diepte is er niet. Ja. Die prop en Rick zijn wel zo belangrijk voor het spel. Zeker Rick. Zeker in de vorm waarin die steekt bij Nederland, bij Delta. En als het ware waarin die stak voor die geblesseerd raakte. Ja, ik denk dat ieder team hem zo erbij neemt. Ja, je moet je ook afvragen. Kijk, Oysters die hebben er echt wel vrede mee inmiddels dat ze dat rechte rijtje gaan spelen. Je moet je ook afvragen of je dan nu in die voorfase nog alles voor de trein moet gooien. Voor ja, dat je verzwakt in die fase. Zeker wel doen. Hey, Kas gaat dat doen, want Kas kan nog. Kas gooit vol gas. Ja, definitely. Dus, wat is het risico dat je eruit valt? Niet, 0. Want uiteindelijk is Askrim is al gedegradeerd. Ja. Dus dan is het makkelijk. Je kunt niet nog eens keer gedurende het seizoen een verandering aanbrengen in dat verhaal. Dat kan niet. Dat mag niet. Dus, ja. And the next one on our game, the third game on our list, Hookers versus Rotterdam. Het is Hookers thuis. That's a tough one. Nou ja, Hookers thuis, die kunnen altijd wat los maken. Ja, ik denk daar altijd. I don't think we did to say who's going to win, hè? Ik denk dat Hookers het langs de eind gaat trekken. Eric, you know what? I'm going to ask you, who's going to win? Hookers Rotterdam. Mag ik het kiezen of moet ik het voorspellen? Nou, jij mag kiezen. Dan de Hookers. Ja, Hookers? I'm gonna say Rotterdam. Dat is omdat het gunstiger is. Ja, zoals het gunstiger is. Ik denk, Hookers thuis. Ja, dat hebben we het al een paar keer gezegd, maar Hookers thuis. Met als het publiek erachter gaat staan, dan is het echt... gewoon geen leuke plek om heen te gaan. Ja, definitely. Dus de eerste helft wint tegen, de tweede helft wint tegen. Definitie, ja. En de andere kant derby, hè? Derby. Dus er zit extra in. Want die vissen natuurlijk een beetje hetzelfde vijver. Ja, zeker. Dus, but what I've learned in my rugby lifetime is don't bet against history. And every single team Eric has chosen has lost. So I'm going to go for Rotterdam. Als je ziet dat Hoekers een aantal tries drukken... vanwege een verdediging die je oplet. Mooie tries drukken. Mooie tries drukken, omdat de verdediging niet oplet. Dat is het enige wat Rotterdam altijd wel goed doet. Ja. Die heeft die verdediging, die blijft goed. It's in the wind. And the next game we're going to go on to is Eemland versus Hilversum. Ja. Eemland. Ja. I see lots of shoulders doing this. Ja, dat wordt Eemland. I think that's going to be an Eemland story there. Ja. We'll have it all over next week in our next show. Helemaal eens, maar je ziet toch ook dat Eemland het iedere keer redelijk moeilijk heeft tegen... tegenstanders waar je van denkt, die zouden ze heel makkelijk... Als je, en ze spreken dat ook uit, hè, een kampioenskandidaat bent... Mm-hmm. Ja, dan moet je echt korte metten maken met dat soort dingen. Dat doen ze niet altijd. This is what I said, I think, one of the beginning episodes. I think we had just the weekend before we had the captain from Eemland, Niels. Niels van Oefelen. That's the trouble with having a team like that brought together so quickly. You've got talented guys in jerseys, but... Do you have that... Ja, maar er zit een mooi percentage eigen jeugd in dat team. Ja. Bij Eemland voeden ze jongens uit. Ja. That's not what I mean. What I mean is are they a team? Are they? That's why they struggle sometimes to not get over the line or maybe find each other. They don't know each other. That's what I mean. Ik denk dat daarom het een gouden greep is geweest dat ze Seen gehaald hebben. Als ik kijk... ik heb vanaf de zijlijn bijvoorbeeld met mijn broertje gezien. Die heeft toen bij jeugdselectie gezeten waar Seen hoofdcoach was. Mm-hmm. Als er iemand een team bij elkaar kan brengen, dan is het Seen. Die is bijna afgestudeerd op cultuur maken binnen een team. Dus ik denk dat wel goed komt. Ik vraag me wel af of het niet gewoon een soort zakelijke overwinning is. Zo van, we gaan erheen, we doen ons ding. Hup, oké, mooi gewonnen, strik erom. Tweede helft van het seizoen, kom maar op. Ja. Dat gevoel heb ik meer bij Eemland. Ja, they haven't lost a game yet. Ja, ze maken weinig fouten. Ja. Yeah. So I mean, wat is met, weet iemand wat, je hebt nu Zane Gardner en Allard Jonkers trainen daar. Ik begreep, begin van het seizoen zeiden ze dat Sven Bulens nog in de technische staf zou zitten, maar daar hoor ik niks meer van. Enig idee? Geen idee. Niet. Dat durf ik niet te zeggen. Looking at the wrong guy. Ja. Don't even speak Dutch. Ik zou Niels nog een keer uitnodigen. We nodigen Niels nog een keer uit de vraag betalen. Precies. Yeah. Yeah, you've got his number, exactly. But yeah, Eemland's sticking up their hand as the team to beat. So I think, and Hilversum a little bit not. So going Eemland's way this weekend. And of course, our favorite game of the weekend, Den Haag versus the Dukes at home in Den Haag. Yeah. Tough game. Yeah. Definitely a tough game. I think that's going to be one of the most exciting games this weekend. Yeah. Going to be the one. I think it's going to be a close game. Who's going to want it more on Saturday? And that's the lovely thing about rugby. Ik kwam hier zaterdag aan en in de gedachte dat het moeilijk ging worden. En uiteindelijk was het op het eind heel moeilijk. Maar ik weet niet wat de Dukes daar op de mat gaan leggen bij Den Haag. Ik weet wel dat Den Haag daar een heel goed team neerzet. En ja, they are a really good team. Hè? They've got a strong forward pack and a deadly backline. Ja. Wie is de coach in Den Haag? Hadley Jackson. Hadley Jackson, ja. Komt bij Randwick komt hij vandaan. Okay. Ja, komt van Randwick. Ja. En die is dit jaar officieel al lang. Well-oiled. Well-oiled. Ja, we hebben een speler gehad hier uit van Randwick ook. Dus, ja. Ja. Hm? Ja. Ja, sorry. Nee, ga verder, guru. We wasn't gonna play from Randwick? Nee. Ik vind het heel moeilijk om te voorspellen. Wat ik wel weet is dat het een geweldige wedstrijd wordt, omdat de Dukes en Den Haag die spelen een beetje hetzelfde rugby. En Eric, who are you supporting? Ja, volkomen duidelijk lijkt me dat, toch? Ja. I mean, dat zijn wel heel plat Haags. Ja, because you hail from The Hague. You hail from The Hague. Ik Den Bosch met heel mijn hartje. Okay, there we go. Me too. Yeah, so there we go. That's all the games. Ik ga er wel naartoe, ook een beetje gratis bier te kunnen downloaden. So, hey, if I'm not selected, I'll be next to you. Before I end the show, because I do it every single week, I forget one small thing that I forget every single week. Yeah. Eric, do you have some information for us? Ja, daar heb ik zeker. Shocks gaan we het over hebben. Ja. De bitches, we mogen iedere uitzending een abonnement weggeven op Shocks. Top bitches. Ja, yeah, I'm going to stop you there. Wow. Really good gum guards. I've never been a fan of gum guards. I haven't worn one in the past 10 years. Probably has something to do with the 8 concussions I've had as well. Probably a little game there. But yeah, I actually find them really good. Just wanted to throw that in there. Thanks. Carry on. Dat klonk heel neutraal. Wij mogen iedere uitzending een abonnement weggeven voor een jaar. Het zijn jeugdbitjes. Dus het is heel simpel. Stuur je voorspelling voor het komende weekend. De 5 wedstrijden die we net besproken hebben. Naar redactie@hetisweerruck.nl. En degene die er het dichtst bij zit, krijgt een jaar lang het abonnement van Shocks toegestuurd. Ik zou die kans niet laten liggen. En als je denkt, heus wel dat er meer volwassenen kijken dan kinderen, dan doe het voor een van je jeugdspelers, maar zend het in. Ja. Dus, wanneer moet de inzending binnen zijn? Nou, voordat de wedstrijden gespeeld zijn, was het idee eigenlijk. Ik denk dat er vrijdagavond 20 binnenkomen. Het kan naar dit e-mailadres. En jongens... Die fuck, hè? Gewoon echt... Nee, precies. If that was me, I think we've gotten through everything. Of course, we call them halves of the show. Maybe the first half is a little bit longer than the second half. But we don't worry about that anymore. Guys, thanks for watching. It's been a great episode for you guys. Thanks for coming back. Roberto, Boudewijn, thanks. And Eric, of course. No. Thank you every single week for coming back. Guys, it's been a pleasure. We'll see you next week. Okay, great, guys. Dank je wel. Dat was bijna hetzelfde als uw batterij.